Zo, welkom op een kinderfeestje hier op het kampveld bij oudelezengame.com. We staan hier nu in een nieuwe bunker. Deze drie dames zitten in het ene team. Die staan nu te schieten op de mensen in het veld verderop. En ik zal even vanaf de andere kant filmen. Met lezengamen krijgt iedereen altijd 99 levens. Je begint allebei aan de eigen kant van het terrein. Zou dames nu een beetje naar voren gaan? Dan kunnen we naar de toren, naar de tunnels onder de toren. Als jullie daar het eerste zijn, dan hebben jullie hem, hè? Zo zie je, de kinderfeestjes zijn vanaf 8 jaar. Kun je hier terecht. Deze dames zijn een jaar of 10. Het terrein is 135 bij 75 groot. Allerlei versperringen, bunkers, schuilplaatsen. Kom, dames, een beetje naar de schuilplaats toe en niet midden in het bos gaan zitten. Dan kunnen ze je zo raken. Hè? Zorg een beetje dat je in de kuilen komt. Hier is nog een hele mooie bunker. Daar is een mooie kuil. Hier hebben we een bunker waar de mensen in kunnen. En daar hebben ze al wat gevonden. Beetje dekking. En eentje durft het al aan om naar de toren te gaan. Pas op voor de vader en de opa, hè? Want die staan ook op jullie te schieten. Hè? En je weet het, hè? 500 punten als je het laatste leven afpakt van de vader. Hè? Kijk, en de vader en de opa die staan daar op de commandopost te schieten. En daar kunnen ze op schieten en dan krijgen ze bonuspunten. Je kunt dus op het vijandelijke team schieten, maar je kunt ook op de vader of op de moeder vaak. Of de vader en de opa, daar kun je op schieten. En dan krijg je extra punten, als je dat durft. Ja, deze dames staan nogal opzichtig nu, maar ze gaan nu waarschijnlijk... Je kan die toren ook in, hè? Die flappen hangen los. Dan kan je zo onderdoor kruipen. Goed zo. Dan gaan ze in de toren. Dat is wel beter overzicht. Onder de toren lopen natuurlijk tunnels door. Eens even kijken bij deze dames. Oh, vanaf hier kan je mooi op de opa en op de vader schieten. Zie je dat? Zijn jullie al aan het raken, jongens? Schiet eens. Want dan kan ik eens kijken of ik de bolletjes zie. Even kijken, zien we het bolletje oplichten van de opa? Ja, ja. Oeh, je bent wel goed aan het raken, zag je dat? Oeh, nou gaat hij op jullie schieten. Pas op, dames, pas op. Oh, oh, oh. Zo. Oh, als je het knalletje hebt, word je geraakt, hè? Kan je er doorheen schieten? Nee, je kan niet door dat doek schieten. Dan moet je eroverheen schieten. Oh, gelukkig. Er zitten wel verderop zitten wat schietgaten zijn er gemaakt in het doek. Nou, het ene team heeft dus de zwarte guns, het andere de groene guns. En op de commandopost staan de ouders met wat grotere guns. En de grotere guns worden zo meteen ook verdiend door de kinderen. En daar komt al iemand aanrennen nog. Aan de overkant zitten er ook een paar in een bunker. Die zijn van het andere team, die zijn ook aan het schieten. Nou, in de toren kun je ook naar beneden. Ze hebben hier een trappetje. Kijk, ze zijn hier aan het klimmen. Voorzichtig gedaan. En dan kun je naar beneden. Oh, kijk uit! Ik zou maar niet naar beneden gaan, want er zit een vijand in de tunnel. En je kunt ook nog naar boven. Dat is erg leuk. Ik zal eens even die tunnel ingaan, want het wordt een spannend gevecht geleverd in de tunnel. Dat is leuk. Gaan we even naar kijken. Oeh, spannend. Dit is de tunnel. Oeh, daar is het een beetje donker. Daar is die. Ah. En in de tunnel. Wordt druk geschoten. Oh, hier kon je naar boven, trappetje naar boven. En hier staat een dame, serieus schieters. Hebben jullie de vader en de opa er al uit, jongens? 500 punten, hè, als je ze eruit schiet. Krijg jij dat wapen, hè? Oeh, ja, dat was goed, zeg. Ik zag dat hij raak was. Oeh, je bent die opa echt hard aan het raken, hè? Hij ziet me ook niet. Hij weet niet waar het vandaan komt. Naar die kant. Hij komt een indringer. Oh, komt er een indringer. Oh, jeetje. Ja, zo heeft u een beetje een indruk van wat er tijdens het kinderfeestje kan gebeuren hier allemaal op het kampveld.